Leuk! Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik wil jullie allemaal uitnodigen, van harte uitnodigen, voor mijn zwangerschapsverlof afscheidsstream. Dat is een hele mond vol. Maar goed, ja. De zwangerschapsverlof afscheidsstream gaat plaatsvinden aankomende zaterdag van 9:00 's ochtends tot 9:00 's avonds. Het gaat een soort afscheid worden van het vele streamen wat jullie van mij gewend zijn. Het klinkt heel drastisch, alsof ik echt helemaal wegga. Dat is niet het geval. En ik ga jullie even een beetje uitleggen hoe ik het bedacht heb. En dat heb ik ook opgeschreven, dus ik kijk een beetje naar beneden. Maar dan is het wel duidelijk. Ik heb er even over nagedacht en dan doe ik een keertje iets niet uit de duim of uit de losse pols schudden. Maar ik ga het gewoon daadwerkelijk een keertje voorbereiden. Ja, dat zijn die moederdingen die ik nu al heb. Nee, het betekent dus niet dat ik niet meer stream tot en met mei, maar wel minder. Het afgelopen half jaar heb ik iedere maand meer dan 126 uur gestreamd, wat echt bizar veel is. Je moet even nagaan, 126 uur werken in de maand is natuurlijk niet zoveel, maar je moet dus even nagaan dat ik dat dus naast alle andere dingen doe die nodig zijn om te streamen, fulltime te streamen. Zoals het mailen, bedrijven bezoeken, evenementen valt dan gelukkig mee de laatste tijd. Maar goed, 126 uur is gewoon bizar veel. Dat was mijn punt. Die uren, die gaan we niet meer halen in mijn zwangerschapsverlof uiteraard. Dus dat is in februari, maart, april en mei ga ik die niet meer halen, die uren. Maar ik heb wel een ander plan. En dat luidt als volgt. En het zal ook wel in beeld komen, denk ik. Tot mijn bevalling ben ik nog vaak zat online op Twitch met een stream. De streams zullen alleen wat korter zijn en wat minder frequent. Dus dan moet je denken aan om de dag, misschien om de 2 dagen. En dan een stream van 2-3 uur. Dus ik ben er nog gewoon heel veel streamers. En ook fulltime streamers streamen gewoon zoveel als dat ik ga streamen in mijn verlof. Maar voor mij is dat echt heel veel uren minder. Dus het is gewoon wat minder frequent en wat minder lang. Na mijn bevalling zal ik 4 tot 8 weken niet streamen, afhankelijk van hoe de bevalling gaat, de kraamperiode en hoe het met de baby gaat. Vrouwen met een normale job, die krijgen 16 weken zwangerschapsverlof. En dit wil ik dus voor mijn mentale gesteldheid, wil ik dit ook een beetje aanhouden. Mijn dochter, die verdient net zoveel aandacht en liefde van mij als dat andere moeders voor hun pasgeboren baby's hebben. En dus daarom wil ik me daar wel een beetje aan houden. Wanneer alles goed gaat, kan ik natuurlijk wel af en toe een uurtje live gaan om gezellig te kletsen tijdens mijn verlof. Dus dan zit ik nog gewoon in mijn verlof, maar dan ben ik dus nog wel af en toe live. Maar dit is wel afhankelijk van heel veel factoren en dat is de behoefte van de baby, mijn mentale en fysieke gezondheid, de hoeveelheid kraambezoek ik krijg, daar heb ik echt geen idee van, en of ik zin heb om te streamen in mijn handvrije uurtjes. Want ik kan me wel voorstellen dat ik een uurtje, hè, als de baby slaapt, dat ik even een uurtje niks heb. Maar om die uren dan meteen op te vullen met streamen, weet ik niet of dat bevorderlijk is voor mijn mentale gezondheid en fysieke gezondheid. Dus ja, en ook of ik dus zin heb. Dus dat zijn wel een aantal factoren die meespelen of ik ga streamen in mijn verlof. Maar het plan dat ik nu van tevoren heb, is dat ik dat wel ga doen. En dan sluiten we dus deze zwangerschapsverlof redenen af met 100% zeker dat ik 1 juni weer terug ben op Twitch. Dus 1 juni kun je vast in je agenda zetten. Dan ben ik weer helemaal terug op Twitch. Met de hoeveelheid streams die je gewend bent. Maar niet die 126 uur waarschijnlijk. Want pop, dat is echt veel te veel uur. Dat gaat me echt niet lukken met een kleine baby erbij. Ik hoop tegen die tijd een mooi en passend schema te hebben voor de streams als newborn mom. Want niet alleen hebben we een newborn baby, maar ik ben dan ook een moeder. En ik wil een passend schema maken dat we lekker veel kunnen streamen. Dat past in mijn leven als mama. Wat ik nu al weet is dat ik op maandag en dinsdag, dan is de baby onder de pannen. Dus dan kan ik gewoon lekker streamen. Dus op maandag en dinsdag kun je sowieso streams verwachten. Op woensdag is mijn mamadag. En ik weet dat ik op donderdagmiddagavond een oppas heb. Dus dat zijn sowieso de streams waar je op kan rekenen. Niet op de mamadag natuurlijk. Vrijdag, zaterdag, zondag weet ik nog niet hoe of wat. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Maar ik weet in ieder geval dat ik 3 dagen in de week lekker live kan gaan. Ik kom zo ook nog even terug natuurlijk op die 12 uur stream van aankomende zaterdag. Zet hem even in je agenda alvast. Zaterdag 29 januari. Van 9 tot 9. Eerst nog even een paar veelgestelde vragen beantwoorden. Op 1 staat de meest gestelde vraag. Ga je je kind delen of laten zien op stream en social media? Daar kan ik heel kort over zijn. En dat antwoord is nee. Maar ik ga het natuurlijk wel 1 keer laten zien op stream. Van kijk eens wat ik heb. Voor een prachtige creatie. Op social media denk ik. Misschien dat ik wel dingen deel, maar niet met haar herkenbaar in beeld. En ik ben natuurlijk nu mijn zwangerschap heel erg aan het vloggen. Dat vind ik heel leuk. En ik denk dat ik dat wel doorzet. Maar dan meer als de visie als moeder en zo. Dus dan draait het om mij als moeder. En niet over mijn kindje. Mijn vlogs. Dus mijn kanalen gaan natuurlijk over mij. En niet over mijn kind. Dus... ja, nee, ik ga er niet delen. Oh, sorry, ik hou er voor mezelf. Puntje 2. Oh, sorry trouwens. Ik ben er snotverkouden, heb ik helemaal niet verteld. Nou, niet meer snotverkouden als dat ik was. Maar daardoor klink ik misschien wel een beetje nasaal. Maar punt 2. Vraag 2 die heel vaak gevraagd is ga je stoppen met Twitch? Zeker, zeker niet. Ik hou echt veel te veel van streamen om te stoppen omdat ik een baby krijg. Ja, je zult tijdens mijn verlof wel meer content vinden op YouTube, Instagram en TikTok. Omdat die platformen zijn gewoon wat beter geschikt om van tevoren content voor op te nemen. En het dan te plannen. Dat kan natuurlijk op Twitch niet, omdat Twitch live is. Tijdens mijn verlof kun je daar wel veel meer content verwachten. Mijn naam op Instagram en YouTube is Mathia TV. En op TikTok is mijn naam Mathia. En de 3e gestelde vraag, dat is de laatste hoor. Mogen we je iets opsturen? Nou, dat mag zeker. Ik heb een adres, die zal ik ook in beeld zetten hier. Het adres is Mathia van Soest, tegen die tijd. Pascalweg 23 C1 4104BE in Culemborg. Dus daar mag je iets naar opsturen of je post of misschien, ja, geen idee. Ik weet niet wat je wil opsturen, maar... Dat mag in ieder geval naar dat adres. Dan komen we aan bij het einde van de video. En dat betekent dat ik jullie nog even wil vragen om allemaal gezellig langs te komen bij de 12 uur stream op 29 januari. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. En we gaan heel veel leuke dingen doen. Zoals het proeven van babyhapjes. Dat lijkt me echt heel vies. Het Rad van Mathia komt terug. Maar dit keer met hele andere dingen erop. Waar je... niet verwacht misschien. En ik heb ook nog wat baby-related giveaways staan. Maar maak je geen zorgen. Die zijn ook leuk voor mensen die geen babybezitter zijn. Dus ja, dus dat is voor de zwangerschapsverlof afscheidsstream. Ja, daar ging deze video eigenlijk over. Maar ik dacht ik zal er wat in opnemen. Omdat er best wel wat vragen zijn over hoe ik mijn verlof ga inrichten. En ik hoop dat ik hierbij alle vragen heb beantwoord. Mocht dat niet zo zijn. Laat vooral weten in de comments. Want misschien hebben meer mensen die vragen. En dan beantwoord ik het ook meteen in de comments. Zodat als er vragen zijn. Ja, kun je de comments lezen. Voor nog meer vragen die er zijn. Over mijn verlof. Over het streamen. Over de baby, maakt niet uit. We gaan ook tijdens mijn 12 uur stream aankomende zaterdag heel veel gamen. Want anders krijg je natuurlijk nooit die 12 uur vol. Mocht jij nog passende games weten, laat het dan echt weten. Ook in de comments. En dan zorg ik dat ik die aanschaf en geïnstalleerd heb voor aankomende zaterdag. En tegen die tijd zal ik nog op mijn social media en in de Discord eventjes een soort van schema delen van wanneer we wat gaan doen. Dus dan hoef je niks te missen. En dan kun je kijken, oh ik ben er tussen 3 en 5 of zo. Oh dan gaan we dit spelen of dan is er net een giveaway. Dus hou het in de gaten. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk zaterdag bij mijn laatste lange stream in een hele lange tijd. En anders zie ik jullie weer op 1 juni op mijn Twitch kanaal natuurlijk. Want dan ben ik er zeker weer. Doei allemaal, bedankt voor het kijken.